Een WebEx kan u op verschillende manieren een vergadering plannen. De eerste manier is door hier gewoon op informatie over de vergadering in de ruimte te klikken. En dan wordt er door het systeem automatisch een tekst gegenereerd die u kan kopiëren en overzetten in mail. Een tweede mogelijkheid is dat u hier klikt op een vergadering plannen. Klik op openen. En dan wordt er automatisch uw Outlook geopend en worden een aantal gegevens aangemaakt die u kan versturen aan de personen die u wenst. U kan hier nog een aantal optionele opmerkingen maken en dan versturen. U mag evenwel de tekst die hierna volgt niet verwijderen of wijzigen of het systeem werkt niet meer. De geadresseerden moet u hier invullen onder de rubriek vereist. Wanneer u hierop klikt, zullen automatisch een aantal adressen verschijnen. Nog wanneer zij geen deel uitmaken van een bepaalde groep, kan u er zelf manueel een aantal adressen toevoegen.